Jetten en Koop Meiners. Hoe had jij je debuut in Jong Oranje in je dromen voorgesteld? In mijn dromen? Nou, in ieder geval met een winstpartij, laat ik het zo zeggen. Misschien wel een goal gemaakt, maar in ieder geval resultaat behaald, ja. En ja, dan verlies je vanavond van Jong België met 4-1 en dan pak je een gele kaart. Dat is het dan? Ja, inderdaad. Ja, als je het zo zegt, dan is het onwijs zuur. Ja. Maar toch was het een mooi moment voor jou vanavond? Ja, ik denk dat ik over een paar dagen wel met een trots gevoel kan terugkijken dat ik hier mijn debuut in heb gemaakt. Tuurlijk. Dat is onwijs mooi dat ik die stap weer heb kunnen maken. Daar ben ik ook onwijs blij mee. Maar dat resultaat inderdaad, dat maakt het wel iets zuurder. Maar toch, wat doet het met jou dat oranje shirt aantrekken? Ja, enorm meer. Ik vind het onwijs mooi om voor mijn land uit te komen. Een extra stukje waardering, denk ik, over hoe je het doet bij de club. Ja, onwijs blij mee, uiteraard. Ja. Heeft het er denk je ook mee te maken dat je maatje Guus Stil nu bij het echte oranje zit en dat jij dan weer een plekje doorschuift? Nee, dat denk ik op zich niet zo erg, want Guus is wel echt een andere speler dan mij. Die speelt veel meer naar voren. Dus dat denk ik niet, nee. Maar toch, hoe was het zonder hem hier bij Jong Oranje? Ja, ik mis hem enorm. Nee, tuurlijk, ik ben onwijs blij dat Guus daar naartoe is. En voor mezelf ook blij dat ik hier mocht aansluiten. Wie weet over een paar jaar dat ik hem achterna mag, dat hoop ik. Ja, hebben jullie dan nog een beetje contact deze week van, goh, hoe is het daar met Koeman en hoe is het hier met Langeler? Hoe gaat dat? Ja, zeker. Ik heb tussendoor wat app-contact met Guus. Ik laat hem ook een beetje met rust, zodat hij gewoon lekker zijn eigen gang kan gaan. Maar ik heb zeker wel contact met hem, ja. En dan morgen tegen Engeland, het Nederlands elftal, ga je dat dan met meer interesse volgen? Ik keek altijd al naar het Nederlands team, want dat vond ik altijd interessant. Maar nu ga ik wel extra op letten op Guusje invalt, ja, zeker. Ja, Guusje in Oranje, het kan morgen zomaar gebeuren. Hoop je erop? Guusje in Oranje, hoop ik zeker op, ja. Zeg je mooi.